Ik ben Kirsten en ken je mij? Dan ken je opa Geerlings. Sinds 7 jaar werk ik elke woensdagochtend bij hem. We doen vaak boodschappen, gaan bij zijn kinderen op bezoek of we gaan samen stemmen. Het geeft mij veel voldoening, maar wat betekent mijn bezoek voor opa? Het kost mij geen moeite om iets met opa te doen. Sterker nog, het geeft me energie. Iets doen voor of met iemand die kwetsbaar is, is dus eigenlijk heel makkelijk. Het is een klein gebaar, maar een groot geluk. Je maakt met weinig moeite veel mogelijk. In mijn werk bij Zozijn zie ik dit bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is bijvoorbeeld Marcel. Hij heeft een verstandelijke beperking en woont op landgoed de Latmer in Wilp. Marcel houdt van wandelen en fietsen. En hij maakt graag een praatje. Hij houdt dus, net als bijna iedereen, van aandacht en een luisterend oor. Door zijn beschermde leefomgeving is hij hiervoor veelal afhankelijk van vrijwilligers. Opa Geerlings, Marcel en ik dagen je daarom uit. Doe mee aan de Goed Doe Challenge. Maak het verschil en doe iets kleins voor kwetsbare mensen. Geef iemand een klein Sinterklaas cadeautje, drink een kopje koffie of verzin zelf iets leuks. Maak dan een filmpje van jouw Goed Doe Challenge en upload die op Facebook. Daag ook iemand uit jouw omgeving uit om hetzelfde te doen. Want een betere wereld begint bij jezelf.